Heb jij ook wel eens last van muggen? Nou, op de camping wel hoor. Je kan niet meer fatsoenlijk 's avonds buiten zitten. Je wordt gewoon helemaal lek gestoken door de muggen. En zeker als er water in de buurt is of stilstaand water. Ja, dus ja, dan ga je aan de weer met muggennetten, muggenstiften. Nou ja, het is de dag van de mug of muggendag of internationale muggendag zelfs. Laten we eens een mug gaan tekenen. En misschien moeten we ook gelijk gaan tekenen wat we daar tegen kunnen doen tegen zo'n mug. Nou ja, teken je weer mee? Ja, een mug. Een mug, ja, een vervelend beestje. Nou, gelijk tekenen zo. Hopla. En hopla, zo. En als we het nog zo doen, dan is het gelijk de tijgermug. En die vleugels van die mug. Zo, en dan heeft hij van die, heeft hij twee van die pootjes. Volgens mij nog een keer, zo. En dan heeft hij ook nog van die lange achterpoten, zo. Nou, dan zit hij vaak op je arm natuurlijk. Dat is natuurlijk een uitvergroting van je arm. Groeit dat haar op. Ja, bij iedereen op zijn arm groeit haar. Goed, als je nou gaat googlen op mug, dan kan je hem ook nog op een andere manier tekenen. Want mug in het Engels is ja, een beker. Mak. Maar goed. Even een geintje. Dan zeg je, ik heb helemaal geen last van muggen. Goed, probeer zelf eens een mug te tekenen. En dan zie ik jullie morgen terug in de volgende video.